Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en het is nog even dus lekker weekend. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Vergeet even geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Nou, ik start altijd mijn dag standaard met een vlog van Marcia, van Vlogklos. Dus dat ben ik nu even lekker aan het kijken. Ja, ik kan er altijd helemaal van genieten. Ik helemaal heerlijk. Ook hebben we twee bezoekers. Daar. En die gaan gewoon lekker vissen. Maar die komen helemaal tot hunzelf. Het is wel een beetje heilig. Het is niet heel erg klaar blauw, de lucht. Nou, wat staat er vandaag op de planning? Ik heb straks een massage. It's been a while, dus dat vind ik echt wel weer even fijn. En vanmiddag en vanavond heb ik een verjaardag van Lani, Liam en Ronald. Mijn nicht, mijn neef en mijn oom. Die vieren dat tegelijk, want die zijn allemaal in september, augustus jarig. Dus ze vieren dat dan gelijk. Op één dag. Nou jongens, ik trek maar weer een korte broek aan. Ja joh, het is buiten zo warm. Maar ik ga niet helemaal zweten weer. In zo'n spijkerbroek of zo'n joggingbroek. Dus ik doe gewoon lekker een korte broek weer aan. Hey, Mikey. Mikey. Kom eens hier, ja. Ja, Mikey. Ja. Die vet. Ja. Hé, hey, poesje. Alles goed, hè, met jou? Ja. Oké. Ach, Maaike. Nou, doei. Jongens, ik ga naar de massage toe. Zo, jongens. Ik kom net weer van de massage af. Ik heb heerlijk mijn rug. Die zat echt vast, hoor. Al die rug. Vooral die onderrug een beetje. Het is weer lekker helemaal los gemasseerd. En ik dacht, ik ga ook even mijn voeten doen. Mijn voeten, op een of andere manier, heb ik soms daar zo'n last van. Of niet echt last, maar dat ik echt denk van, oh, even stretchen. En dan ga ik een beetje raar ermee doen. Of even knijpen en zo. Het voelt niet echt lekker. Dus zij ging dat ook even goed, even lekker helemaal masseren en kneden. En dan voelt het toch altijd beter. Helemaal goed. Ik ga nu naar huis. Ik ga even langs de winkels, dames en heren. Of langs de supermarkt, bedoel ik. Want ik wil dus even weer even een goede start maken met eten. En met ook kwark eten en gezond eten. Want ik ga met Nadine vanaf morgen willen wij een beetje gaan sporten. Dus dan moet je ook goed eten. Dus dat ga ik nu even halen. Je ziet het ook aan mijn ogen. Ik lijk net alsof ik helemaal net uit mijn bed kom. Maar ik heb dat altijd. Dan kom ik uit die massage en heb ik opeens weer zo'n mind twist. Ga ik weer helemaal gezond doen. Goed slapen. Hè? Vroeg opstaan lekker. En dat probeer ik dan ook best wel. Maar een paar dagen daarna denk ik van, ach weet je, het zal me wel. Ik ga echt september, jongens. Let's go. Ja, ik voel het. Ik voel het. Ja. Het wordt trouwens opeens bewolkt ook. Zit ik hier met mijn korte broek? Nou, had ik mijn jas aan kunnen doen. Jongens, ik moest net iemand zijn be real maken in de tram. Weet je wel, zo'n be real. Dat is tegenwoordig helemaal zo'n ding. Moest ik net bij iemand doen. Grappig. Ach, ik ga nu naar de supermarkt. Jongens, ik ben er bijna. Het is echt, ik ben zo grijs. Beste reiziger. Het lijkt dat het op dat moment gewoon gaan stormen. Uitchecken altijd als uit uw portemonnee. En voorkom zo een gemiste uitcheck. Uit uw portemonnee. Kijk jongens, kwark, maar ik weet dus nooit welke ik moet halen. Het ziet er allemaal zo ingewikkeld uit. Nou ja, het staat eigenlijk voor mijn smoel, zie ik al. En wat ik dan ga doen, ik ga dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. 5 polsa, ja. Ja, en dan in het weekend doe ik een soort van kwarkstop. En dan, ja, dat klinkt misschien heel gek hoor, maar anders dan blijf je maar in de kwark, word je ook niet goed. Oké, jongens, ik heb een hele tas vol. Ik heb 5 kwark, maat, ik heb die krusli. Ik heb zo'n lekkere breaker, die kan ik dan vanavond even eten. En ik heb gewoon keizerbroodje en, hoe heet die grap? Mijn pesto voor nu eventjes. Dus maat, we gaan even helemaal anders nu weer. Ja, en volgens mij zei ik dit in maart ook. Weet je, nou ja, doe maar gewoon alsof je gek bent. Maar gewoon even de mindset.
Dan zie je van die mensen, weet je wel, die je eigenlijk dan eigenlijk vroeger altijd sprak en nou opeens nooit meer. En dan ga je even met ze babbelen en praten, leuk. Vind ik zo leuk altijd. Een soort van gesprek heb je dan, leuk weer eventjes. En dan ga je natuurlijk even weer van elkaars levens ideeën, wat je allemaal doet en zo, ga even vertellen. Oh, dat vind ik zo leuk. Helemaal het einde. Leuk. En ik zag toevallig dat Dina net. Ach. En zij moest werken. Heel sneu. Ah. Nou ja, sneu. Ja. Misschien vindt ze het hartstikke leuk. Maar het gaat er meer om dat wij elkaar eigenlijk alweer heel lang niet meer gezien hebben. En dan wil je iets leuks doen. Maar dan moet zij natuurlijk weer werken. En dan heb ik weer dat. En het is zo vreselijk, jongens. Je moet eigenlijk 8 dagen in een week hebben. Eigenlijk wel. Jongens, wat de hel is er met mijn sok gebeurd? Oh mijn god. Ik heb net even toevallig nog een middagdutje gedaan, maar ik was zo kapot. En dan ga je gewoon liggen en dan val je automatisch weg. Zo erg is dat. Ik ga nu met mijn vader richting de familie. Want mijn oom, mijn tante, nee, ik zeg het verkeerd. Mijn oom, mijn neef en mijn nicht vieren dus hun verjaardag. En daar gaan we nu naartoe. Dus jongens, gezellig. Tropisch worden met maximaal 31 graden in het oosten. Morgen 31 graden. Hoi. Dat was kloppend. Ik ben een lekker van iemand. Oeh, kut. Ach. Auw. Mogen wij even aanhouden? We hebben hier iemand in ons midden. Die daar heel stiekempjes tussenuit glipt. Met een heel bijzonder evenement. En dat is het slagen en halen van een diploma. Oh. Ah. Ja? En daar is zij helemaal stiekem zo tussenuit. Hey. En dat is oh, gemist. Daar gaat ze. Ben omhoog, vrouwje. Het is zo zeldzaam dat ze dat gehaald heeft. Want ze had oh, jullie filmen het ook echt. En ze had geen opzetten. En ze vond het allemaal niet leuk. Maar ze heeft doorgezet, want ze weet dat ze het nodig heeft voor haar verdere carrière. Ja, links. En wij bewonderen haar hoe ze dat gedaan heeft. Dus met allemaal eventjes piepen de piep. Hoera! En je moet je omhoog houden. Omhoog! Goed zo. Alsjeblieft. Dank jullie wel. Jullie omhoog. 1, 2, staan. Niet het cadeautje. 1, van je hoofd. 1, 2, 3 in de lucht. Niet op het dakje, maar in de lucht. Nee, liever niet, ja. Want hij is van Liam. Ja. Ik weet het niet. Nom. Oh, het is heel donker, jongens. We hebben hele enge gesprekken over de dood. Wanneer we doodgaan, hoe we doodgaan, wat er gaat gebeuren als we dood zijn. En het is best belangrijk om het erover te hebben. En Jento kwam eigenlijk met het leuke idee van, zullen wij gewoon met z'n allen in één groot graf? Nou, ik stemde meteen voor. Ja, lekker makkelijk. 1 onderhouding. Ja, een paar onkruidjes wieden. Ja. Goed, lieve allemaal. Ik ben lekker weer thuis. En het was super gezellig. En we gaan nog lekker snel weer een reunie houden. En Lani, mijn nicht. En ik heb iets heel leuks voor wat we willen organiseren voor tijdens de feestdagen. Dat gaat er ook allemaal weer aankomen. Mei, december. Dus dat gaat allemaal hartstikke snel. Dus daar gaan we ook nog even voor bellen en regelen. We houden daarvan. Dus dat is helemaal leuk. Ik ga de vlog afsluiten. Ja hoor, dit was het gewoon weer voor vandaag. We zijn er morgen weer. Morgen een nieuwe week. Ik ben morgen weer lekker vroeg vrij. Dus ik kan weer van alles en nog wat ondernemen. Wat ik ga doen, dat zien we morgen allemaal. Slaap lekker. En bedankt voor het kijken.